werd een aantal maanden geleden alweer door mevrouw Niesse gemaild. Nou, gemaild, gestolkt. Want er kwamen binnen 2 dagen kwamen van alle hoeken en gaten via mijn politieke kleur, maar ook via kunst, kwamen allemaal: heb je nou al geantwoord aan mevrouw Niesse of je die opening wil doen? Ik dacht, maar met zoveel enthousiasme en een goed gesprek dat we samen door de telefoon hadden, ik dacht, natuurlijk doe ik dat graag. En dat ik op zondag in de katholieke kapel mag staan. Ik ben ooit katholiek gedoopt, dus dat voelt toch nog weer een beetje goed. Dat we ook wat dat betreft weer even thuis zijn gekomen. Bijzonder om dit werk te zien. Het is eigenlijk het werk waar ik mee begon, net na de academie. De eerste schilderij wat hier hangt is uit 1987. En ik ben denk ik in 1984 afgestudeerd. Dat was eigenlijk, we hadden een nauwelijks technische opleiding. Ik was eigenlijk aan het zoeken naar mijn vormentaal. En eigenlijk die provinciale aankopen rond die eind jaren 80, begin jaren 90, dat is het eerste werk wat serieus naar buiten kwam. En ik vind het heel verrassend om dat weer terug te zien. Het is pril en eigenlijk die interesse in de mens, die heb ik nog steeds. Als ik daar, daar gaat het werk nog steeds over. Van hoe verhouden wij ons tot de natuur en tot elkaar en tot het spirituele. En eigenlijk zie ik dat hier nog steeds wat terug. Alleen de techniek is natuurlijk verfijnd en ook de onderwerpen zijn spitser geworden. Ik vind dat op elke plek waar initiatief is op het gebied van kunst en waar uitwisselingen zijn, want dit is een tentoonstelling nu voor de 5e keer dat de fundatie eigenlijk uit logeren is en kunstwerken die daar nu niet hangen, hier in Almelo hangen. Dat soort dingen wil ik heel graag zien. Ik wil graag zien wat er gebeurt in gemeentes waar ik niet zo vaak kom, want ik woon in Wageningen, ik heb lang in het Westen gewerkt, dan kom je niet vaak in Almelo. Dus het is eigenlijk ook 2 in 1. Het is de kunst en het is ook Almelo weer eens leren kennen. Jongeren zijn ongelooflijk belangrijk en kunst is niet stoffig. Kunst is niet voor mensen met grijze kopjes, die je hier natuurlijk ook wel veel ziet. Kunst is voor ons allemaal. En als je dat probeert bij je eigen kinderen over te brengen, maar ook via scholen te blijven enthousiasmeren, dat maakt het leven zoveel rijker. Je hebt natuurlijk zeeën van tijd, hè, nu je de politiek uit bent. Nou, ik ben ook met de kunst bezig en ik mag me nu weer op het Binnenhof bemoeien met leuke dingen. Maar des te leuker is het om dan op je vrije zondag ook weer op een frisse wijze kennis te maken met kunst. Kunst uit het verleden, maar ook van hedendaagse kunstenaars hier vandaag. Dus ik zou zeggen Almelo, de tentoonstelling loopt nog tot eind augustus. Ga kijken.